Als Amersfoort hebben we de ambitie om 1000 woningen per jaar te gaan bouwen. Dat doen we echt van hoge kwaliteit. Dat moet toekomstbestendig zijn. Dus we gaan voor inclusieve stad, betaalbaar, veel sociale huur, veel middeldure huur. We gaan voor toekomstbestendig, dus klimaatadaptief, want het weer gaat veranderen. En we gaan ook zorgen voor energie-neutrale en liefst nog zelfs energieleverende nieuwbouw. Nou, met 1000 woningen per jaar is dat een flinke opgave. Betekent dat we zoveel mogelijk wel binnen de stad blijven bouwen. Daar waar het kan gaan we gebieden transformeren. En waar dat niet kan zullen we ook gaan kijken waar dat dan buiten de stad zal moeten. Maar de grootste kansen zien wij op dit moment echt op bedrijventerreinen die echt aan de rand van de binnenstad liggen. Eigenlijk te groot ongeveer zelfs van onze binnenstad hebben we een heel gebied afgebakend langs de Eem en langs de spoorlijnen. En nou, daar zien we echt nog wel ruimte voor zo'n 3000 woningen. Ook bedrijventerrein De Hoef zien we nog wel ruimte voor zo'n 2500 woningen. En we hebben nog heel veel kleine gebiedjes binnen in de stad waar nog veel gebouwd kan worden. Maar altijd met respect voor de omgeving natuurlijk. Hoe we dat aanpakken is door echt samen te werken met de gebiedseigenaren. Door te kijken naar ja, hoe transformeer je dat nou. Dat doe je niet in één keer. Vooral het gebied niet heel groot maken, maar op te knippen en in fases aan te pakken. Kijken van, nou, misschien begin je met pioniers, met kleine stukjes verandering. En ja, wat is het grote vergezicht op de langere termijn en hoe gaan we daar met elkaar komen? Wij versnellen gebiedstransformaties eigenlijk door in twee sporen tegelijk te werken. Aan de ene kant maak je een visie die je deelt met gebiedseigenaren, met mensen die al in het gebied zitten en met de omgeving. En tegelijkertijd zorg je ook al dat er pioniers in het gebied komen, dat er al gewoond wordt, dat er al gewerkt wordt. Nou, bijvoorbeeld in Amersfoort in de Nieuwe Stad heb je dat er al creatieve bedrijfjes kwamen en dat bouwde zich zo langzaam uit en inmiddels zit er bijvoorbeeld ook een mbo. Nou, door klein te beginnen gebeurt er al wat en dat trekt ook weer nieuwe groepen aan.